namelijk de dag van de klederdracht georganiseerd. In de straten van Schagen waren 20 verschillende kostuums te zien. Mensen uit het hele land, van verschillende provincies, laten hun klederdracht zien. Maar de echte dracht, zoals het gedragen werd. Het is geen allegaatje dat zomaar aan elkaar aangetrokken is. Het originele. Waarom wordt het eigenlijk georganiseerd? Om de mensen te laten zien wat voor een mooie dingen, wat voor een bijzondere dingen Nederland nog in de klederdracht heeft. En het is heel veel oud natuurlijk, maar als we nog 10, 20 jaar verder zijn, is het helemaal verloren. Ziet u zelf nou lopen, zulke soort klederdracht? Nee. Wat vindt u ervan? Ja, cultuur, hè? Wat vind ik ervan? Nou, het is uit de tijd, maar nog wel mooi. Lijkt me enig. Ja, lijkt me heel mooi. Waarom? Ja, ik vind het heel mooi. Ja, ik vind het leuk. Ik vind het geborduurde heel mooi en al het bewerkelijke. Wat is nou zo specifiek aan de Huizer klederdracht? Dat kunt u eigenlijk zien doordat er hele hoge mutsen gedragen worden in huizen. En de muts die ik draag, die is op hele beperkte schaal gedragen in huizen. Je had twee soorten klederdracht op zondag, want we praten over de zondagse dracht dan. De klederdracht wordt nog steeds gedragen bij ons. Een aantal jaren geleden hebben we een telling gedaan, toen kwamen we aan 150 mensen. Maar de jongste is inmiddels 85 en de kans dat je ze nog tegenkomt wordt steeds kleiner. Wat vindt u van deze dag? Fantastisch, absoluut fantastisch. Ik ben er nooit eerder geweest. Zo heb ik nog meegemaakt. Ik woon in Engeland en ik heb er nooit zoiets meegemaakt. En al die klederdrachten, al die verschillende dingen. En ook die kinderen deden het zo leuk, vond ik. Maar die allemaal op klompen, hè? Wij hebben vroeger ook op klompen gelopen. Voor jaren, speciaal in de oorlog. Ja, nou, als ik dat dan weer zit, dan gaat mijn hart weer openen. Ja, hartstikke leuk. Ja. Tot zover het nieuws van donderdag 20 juli. Zo dadelijk de vierde aflevering van onze zomerkoers. Ons team aan boord van zeilschip De Vrouwke doet verslag van hun reis van Texel richting Den Oever. En daarna in de zwoele stad. In het boek wat je geschreven hebt, het instituut, daar wordt op het instituut nogal overal tegenaan gelopen. Of over elastiekjes gestruikeld of over prikkeldraad gevallen. Ja, en grote bloederige bende. En daar wordt niet, nou, normaal is dat je hebt op de Nederlandse televisie een programma. Para mí, bella.
Medical.